De hertensucade. Twee bakjes meegeleverd. Deze gaat even in de oven. Ik schat zo'n in een voorverwarmde oven van 180 graden. 6 tot 8 minuutjes. En deze gaan we in een pannetje doen. Dat is de rode kool. Die hebben we al gegaard. Boter en jus zitten erbij in. En dat gaat mooi smelten. Die zetten we op. Pakken we een bord. Ik heb hier voor een wit bord gekozen, zodat je de kleuren mooi zo dadelijk ziet. Deze even roeren. Spateltje pakken. Of een tangetje wat je zelf lekker vindt werken. Maakt niet heel veel uit. De rode kool is al gegaard, dus laat hem geen 10 minuten opstaan alsjeblieft. Dat is een beetje zonde. Zo, bijna daar. En een lepel is ook handig om hierbij te pakken. Om straks de groenten op te schuiven. Als die dan warm is geworden, gaan we dat in het midden van het bord dresseren. Drukken we hem een beetje aan. Beginnen we met het vlees. En daarna de groentes. Champignonnetjes, borstpeen, uitjes met wat curry, wat knolselderij lekker. Zo. Dat is de hert. Bon appétit.